Zo, de laatste Bertie zit daarop. Straks kan u nog genieten van L'année des Méduses, een film van Christopher Frank, waarin u zeker Valérie Caprisky herkent. Het verhaal speelt zich af tijdens een hete zomer. Een zomer waarin honderden kwallen aanspoelen op een strand. Chris, een 18-jarig meisje, heeft een verhouding met Romain, een gespierde, bruingebrande versierder. Wanneer die zijn zinnen heeft gezet op de moeder van Chris, neemt het meisje wraak en gooit hem in een kwallenbank. En zoals u weet zijn kwallensteken niet alleen zeer pijnlijk, maar ook heel prikkelend. En dat is deze film op andere terreinen ook. Kwallen en een vleugje erotiek in L'année des Méduses, straks na Margriet op oudejaar. En voor dat showprogramma gaan we over naar Hasselt, waar ze zeker op hete kolen zitten.